Nou, we gaan niet naar de wasstraat. De auto is wel ontzettend smerig. Dit is wel anders, hè? Het is echt heel erg raar. We zitten dus in een heel klein hokkie. Ergens in, op een van de vestigingen van Mirabeau. En we gaan niet naar de... Nee. Het sneeuwt. Ja. Dat kan je zien op kant B. Kijk maar, ja, op kant B. Het sneeuwt en ik heb geen winterbanden, dus ik vond het niet verantwoord om, om te gaan rijden. Nee, dan is het een schuif. Dus dit is ook de eerste wasstraat waar we koffiemokken hebben. Ja. Dus, proost. Ja, goedemorgen. Het heeft wel een beetje interessant andere dynamiek hebben we nu. Ja, het is even wennen. Maar goed, jij hebt het heel druk gehad de afgelopen periode. Ja, nogal druk gehad. Een aantal leuke dingen gedaan. Ik ben verkozen tot bestuurslid van Frontiers. Ah, gefeliciteerd. Mijn eerste bestuursfunctie. Jullie stem heeft geholpen. Nou ja, Frontiers is de vakvereniging van front-end developers. Ja. En we proberen... Of ons doel is het vak front-end development te helpen professionaliseren. Ja. Nou, dat is de afgelopen 5 jaar is dat eigenlijk hartstikke goed gegaan. Er is heel veel gebeurd. Heel veel eigenlijk op front-end zelf gericht. Van een goed congres. Extreem goed inhoudelijk congres eigenlijk. Heel veel bijeenkomsten voor front-end developers. Allemaal activiteiten voor front-end developers. En waar ik me de komende tijd op wil richten... vanuit dat bestuur, dan moeten we even kijken of de rest van het bestuur er ook wel helemaal mee eens is. Dat is om aansluiting te zoeken met andere vakgebieden. Ja, ja. Front-end development, dat is nogal specifiek vakgebied en er zitten heel veel specialismen omheen natuurlijk. Dus designers, interactiedesigners, contentmakers. Developers. Developers natuurlijk inderdaad. Echt, nou ja, nog en veel. Wat probeer je te bereiken? Dat die connectie beter gemaakt wordt of dat we elkaar beter begrijpen? Of... Ja, nee, het doel is natuurlijk dat je elkaar beter begrijpt, maar wat er ook is, ik heb gemerkt dat als je gaat samenwerken met andere specialisten, dat je er is heel veel, die mensen hebben heel veel kennis waar je wat aan hebt. Ja. En als je niet met die mensen samenwerkt, dan kom je daar nooit achter. Dus, nee. Dus het is aan de ene kant is het bijvoorbeeld zenden van de kennis die front-end developers hebben. Een deel van die kennis moet gewoon bekend zijn bij de mensen om ons heen. Ja, en dat ja. is op dit moment niet zo. En andersom is het ook zo, een deel van de kennis die de mensen om ons heen hebben, die moeten wij weer hebben. Daar worden we gewoon beter van. Ja, precies, ja. En dan heb je een heleboel mensen die dat vanuit het proces doen. Die zeggen van, we gaan agile en we gaan een heleboel scrummen. Want dat betekent dat mensen in een hok zitten. En, Nou ja, kijk, dat is ook goed. Gewoon samenwerken. Maar niet iedereen zit in zo'n situatie. Nee. Dus het gaat om alle front-end developers. Dus een hoop mensen zijn bijvoorbeeld freelancer. Oh ja, en die werken heel vaak op in een eentje of, ja, of op huurbasis. Ja. Dus ik wil in heel veel... En er zijn heel veel andere vakverenigingen. Nou ja, kijken of we daarmee kunnen samenwerken. Alle initiatieven op dat punt zijn wat mij betreft welkom. Dan kan je gewoon contact met me opnemen als je zoiets hebt van... ik heb een idee. Ja, apenstaartje Vasilis. Ja, ik ga er zelf natuurlijk niks aan doen, want ik ben bestuurslid. Nee, ik ga het mogelijk maken. Oh, sorry. Delegeren. Delegeren. Mogelijk maken. Ja. Maar wel erg leuk, vind ik het. Het is een vereniging waar ik me al jaren mee bezig hou, wat ik echt een goed ding vind. En, ja, ik ben eens op een paar van die congressen ben ik geweest. En dat was wel, ja, dat is gewoon heel erg inhoudelijk. En je merkt dat daar ook mensen heel geïnspireerd uitkomen. Al was het maar sommigen die zien wat het andere perspectief is van andere frontenders, maar ook van andere disciplines. Ja. En dat vind ik ook heel erg waardevol. Ja. Voor contentmakers is het, ja, hoe heet het voor mezelf? Ik vind het, wij leven eigenlijk van de vaardigheden van de frontenders. Dus als jij. Als jouw verhaal niet in de juiste container zit, als je video niet op de juiste manier in de HTML staat, ja, dan kan het heel goed zijn dat die simpelweg niet gevonden wordt. Ja. Of niet gezien kan worden. Mm-hmm. En, dus op die manier is dat wel erg belangrijk. Ja. En hopen dat. Maar zijn er dan ook andere soortgelijke vakgebieden waar jullie vriendjes mee zijn? Allianties mee aan kunnen gaan? Nou ja, er zijn een aantal.
Ik bijvoorbeeld, ik zou graag aansluiting willen vinden bij de Adobe User Group. Ja. Want daar zitten waarschijnlijk alle visuele creatieven. Ja. Dat is een enorme vereniging, is dat. Heel veel mensen. En ik geloof dat het 6000 leden of zo. Oh, wauw, dat is best groot. En dat is Nederland? Nederland, ja. Wow. Alleen Nederland. En het zijn allemaal Photoshop gebruikers? Waarschijnlijk, voornamelijk, ja. Ja, dus dat lijkt me, dat soort groepen, je hebt, ik vind dat zo'n rare naam altijd, Adobe User Group. Dat is echt alsof je alleen maar met Adobe creatieve dingen kunt doen. Maar goed, ja. Daar zitten de meeste creatieven. Het is natuurlijk, ik bedoel, Adobe heeft wat dat betreft echt een monopolie op creatieve tools. Ja. En zeker voor visual designers, daar is het gewoon de standaard. Ja. Als je iets anders wil gebruiken, dan betekent dat je uitsluit van andere visual designers eigenlijk. Ja, maar dat is ook weer zo'n rare redenering. Laatst vroeg ik, twitterde ik, weet iemand nog vanwege welke super feature hij is geüpgraded naar de laatste versie van Photoshop? En ja. Ik kreeg geen antwoord. Niemand wist meer waarom die ook alweer was geüpgraded. En het enige antwoord dat ik kreeg was, ik ben geüpgraded omdat ik anders geen bestanden van andere creatieven kan openen. Het is dus bijna de enige verslaving, een soort van rare. De enige reden om te upgraden is omdat iedereen upgrade. Ja, dat is compatibiliteit. Dus ja. Als iedereen dan zegt, weet je wat, we gaan gewoon niet upgraden. We gaan terug naar 6. Het is echt geen enkele reden om te upgraden. Ja. Want Photoshop is niet beter geworden. Ik was jaren geleden ooit op een Adobe-congres. Dat was echt super interessant. Het was een echte Photoshop-kenner, briljant figuur, die nog helemaal uit de tijd kwam van fotobewerking voordat Photoshop bestond. Dus die begreep hoe het klassieke, bijvoorbeeld drumscannen en zo, hoe dat werkte, ja, wist hij precies. Ja, ja. En die vertelde dat, ging hij over de nieuwe features van Photoshop vertellen, dat was toen Photoshop 7 of zo. Uh-huh. En toen zei hij, dat is allemaal niet nieuw, dat zat al in Photoshop 2. Alleen heeft het nu een ander interfaceje gekregen. Ja, precies, ja. Dus Photoshop is eigenlijk nooit veranderd. Nee, de interface is gewoon veranderd. Ze zijn op andere plekken neergezet. Ja. Ja, dus met Word is het, lijkt het ook zo te zijn. Overigens, voordat jullie allemaal gaan mailen, ongetwijfeld zijn er hele handige dingen veranderd. Maar nou ja, ik ben wel benieuwd, zeg maar. Ik zie het eerlijk gezegd ook niet, hoor. Vertel maar wat er zo fantastisch is aan de nieuwe Photoshop. Want volgens niemand wist het meer. Want ik vind vooral hun businessmodel is zo, ja, het is zo zuur dat je dan inderdaad weer €800 moet uitgeven om compatible te blijven. Ze zijn nog erger geworden. Ze hebben nu een maandelijks. Ze hebben nu maandelijks, wat is het, 3 tientjes of zo? Vijftientjes. Vijftientjes, jongens. Dat gaat nergens dus iemand over. Zei, iemand van Adobe die twitterde laatst van, I think that's a steal, zei hij tegen mij. Dat betekent dat het heel goedkoop is. Nou, het is helemaal niet goedkoop. Het is hartstikke veel geld. Ja, €50 per maand, joh. Wauw, zoveel ben ik echt nog lang niet aan hosting kwijt. Wat veel belangrijker is. Dat is alsnog €600 in het jaar. Ja, dat is echt veel geld. Ja. In het jaar. Dus ja. Je kan niet eens kiezen om niet up te graden. Ja. Je bent geld gewoon elk kwijt. Elk jaar €600. Ja. Nou. Ja, en goed, als je kijkt naar tools en zeker freelancers. Ik bedoel, je koopt één keer in de 3 jaar koop je een laptop. En dat is al een hele uitgave. En deed je dan per jaar ook nog een €600. Nou, fijn. Goed, het is tijd voor alternatieven. Ja, absoluut. Ja. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de beginnen alternatieven te komen. Hè? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar Office, Word. Mensen zeiden dat, ja, maar je hebt Word nodig. En dat is precies dezelfde reden. Hè? We moeten upgraden, want anders zijn onze documenten niet compatible. Ja, ik begrijp dat niet. Want de meeste mensen, zeker de mensen waarmee ik werk, dat zijn copywriters. Die zijn meestal bezig met dingen, hoe heet het, vorm te geven en weet ik voor wat. En terwijl ik het enige wat ik van ze wil hebben is tekst. Ja. Sterker nog, wij krijgen nu voor een project krijgen wij allemaal Word documenten aangeleverd. Die moeten we in een content management systeem hangen. Dat betekent dat we dus eerst moeten knippen. Vervolgens gaan we plakken. Daar komt blijkbaar een soort van Word-kots HTML uit. Je moet even kijken naar Pandoc.
Maar het punt is dus, er komt dus ranzig HTML uit. Maar je moet en dat dus moet gesanitized worden. Kijken naar Pandoc. Pandoc. Ja. En dat is wat een programma. Maar wat je nu ziet, is dat mensen die het begrijpen, die typen hun teksten in Markdown. Dat is gewoon een brabbeltaaltje, maar wel gestructureerd brabbeltaaltje. Maar het is gewoon gestructureerde tekst. Ja, je weet wat een kop is en wat bold moet en wat scheef moet, et cetera. Ja. En dat kan je. Er zijn tooltjes voor om dat om te zetten naar HTML. Ja. Maar er is nu. Je hebt ook Pandoc. En Pandoc, dat is op de terminal, super nerdy ding is dat. Maar dan kan je gewoon met een simpel command maak je van een Markdown document een docx document. Ah, oké. Okay. En dan is het een gestructureerd docx document. Met titels en headings, alles. Okay. Maar dat is heel erg belangrijk. Jongens, probeer vooral in, als je Word gebruikt, probeer de outline mode eens. Ja. Daarmee kan je complete paragrafen herschikken en weet ik veel wat. Dat is een waar tool. En het is ook een hele leuke structure tool als je geen, als een keer een, je gedachten op een rijtje wil zetten. Hele handige modus. Daar is die. Goed. Maar ja, wat je dus ziet is dat mensen verschillende. Ik gebruik meerdere tools om een. Als ik een artikel schrijf, dan gebruik ik een klein tooltje om een outline eerst te maken. Simpel webtooltje. Ja, precies. Ja. Waarin ik de outline beschrijf. Daarna gebruik ik een hele simpele Markdown editor. Die €3 kost of zo. Die webtool is gratis. De Markdown IA Writer is, of misschien is die een tientje of zo. Ja, iets dergelijks inderdaad. Die daarin €5 op typ de ik mijn iPad hele of zo. Artikel. Ja, dat doe ik ook. En dan met Pandoc, wat gratis is, maak ik er een docx van, zodat mijn collega's het ook kunnen lezen. Het is echt zo simpel en bijna gratis. Maar eigenlijk wil je, ik wil helemaal niet de vertaling naar Word. Sterker, de mensen die aan content management, met content management systemen werken. Ja. We hebben het er regelmatig over. Die WYSIWYG interface moet sowieso weg. Want als je dus mensen vanuit Word naar dat CMS laat knippen en plakken, dan gaat je website stuk. Maar je kan dus ook, Pandoc kan je dus ook andersom gebruiken. Je kan een docx document kan je omzetten. Nou dat is heel erg handig. Normale, naar tekst. Gestructureerde tekst of naar Markdown of wat dan. Naar Markdown of misschien gewoon naar tekst. Ja. Txt, weet. Het lijkt mij een oplossing. Het is sowieso heel interessant om een hele grote bubs aan content in te voeren in CMS. Ben ik dus nu ook echt achter. Ja, maar daar moet je tools voor gebruiken. Daar moet je inderdaad dat soort command line tools voor gebruiken. Die zijn er. Ja, maar ook gewoon structuur. Weet je wel, je moet je eigen werk kunnen structureren. En ik merk dat vooral heel veel copywriters die grote bubsen aan tekst maken, dat er niet een soort van, omdat copywriters juist heel autonoom zijn, dus bijna die zijn per default eigenlijk al freelance, tenzij je echt voor een heel groot bedrijf kan werken. Ja. En die doen maar wat. Die rommelen maar wat aan. En die hebben eigenlijk nooit connectie met een website-onderhouwer of wat ook. Weet je wel, de Word-bestanden worden over de heg gegooid. En mensen denken dat het allemaal yokidoki is. Ja. En dat is heel irritant. Daar zou een standaard voor moeten komen. Ja, hè? En wordt het precies een standaard. Directories met tekstbestanden of Markdown-bestanden, weet ik veel. Ja, Markdown. Mensen moeten Markdown gaan gebruiken. Ja. Gaan allemaal Markdown gebruiken voor alles. Markdown. Ja. Hey, ik zag trouwens pas geleden nog iets heel erg moois. We hadden het, weet ik wat, iets van 8 wasstraten geleden over dat YouTube een eigen content begint. Of een eigen contentkanaal begint. Dus er gingen, hoe heet het, een boel mensen sponsoren die YouTube kanalen hebben, et cetera. Ja. En dat is allemaal opgebloeid. Hè. Er is een technologiekanaal die heel erg gesponsord wordt. Er zijn studio's neergezet in Ierland of Engeland, geloof ik. En binnenkort ook eentje in Duitsland of Spanje, een van de twee. En in Amerika is ook een YouTube-studio gemaakt, zodat mensen heel makkelijk hoge kwaliteit content kunnen maken. Oh. Dus dat ze eigenlijk de wasstraat na kunnen doen. Hè, dus dat ze, daar hebben ze heel veel geld in gestopt. En afgelopen maand heeft YouTube gezegd van, Oké, dan gaan we nu kijken welke mensen geen geld meer nodig hebben. Dus iedereen helemaal verbouwereerd van, wat? Wordt de funding wordt stopgezet en gaan ze een soort van het klassieke televisiemodel doen? Weet je wel? Dus programma's die niet renderen, niet de kijkcijfers halen, die kappen we af. Ja.
Maar dat is heel erg grappig, want YouTube die zei ze van nee, dat is een deal die wij met de kanalen hebben gemaakt. Wij jumpstarten kanalen, we kijken of ze renderen, we helpen ze met het, we helpen ze eigenlijk aan de tiet van YouTube. Oftewel, ja, dat je kan verdienen met het bannermodel van YouTube. Ja. En als dat werkt voor je, nou prima, dan hebben we je geholpen en dan word je vanaf dat punt word je vrijgemaakt. Dan hoef je je niet meer te betalen, want dan kan je leven van je eigen bannermodel of van eigenlijk het bannermodel van YouTube. Okay. Dus een hele slimme manier om contentproducenten te helpen. Ja. Nou ja, goed, het is ook echt wel zo. In ieder geval te helpen aan een verdienmodel, maar ook om ze te binden aan YouTube. Ja. En dus wat ze nu hebben gezegd van oké, we gaan een paar mensen gaan we lossnijden van de tiet. En die mogen zelf verder gaan. En in plaats daarvan komen weer nieuwe kanalen, nieuwe mensen, die nieuwe initiatieven. En die worden dan op eenzelfde manier gesponsord. En ik vond het wel een heel erg interessante manier van mensen verder helpen met het maken van content. Een beetje een soort van angel investors. Prachtig model. Maar ook een slimme manier om om toch mensen aan jouw platform te binden. Ja, precies. Ja, bijna goeie. Sympathiek. Ja. Ik was heel erg wantrouwig. Ik dacht zo, waar is de catch? Wat is dit nou? Maar het is, ze verdienen, de meeste mensen verdienen er ook echt best wel geld aan. Ik heb gehoord van kanalen die miljoenen verdienen per jaar. Dat vind ik altijd de minst interessante use case. Dat is namelijk de use cases waar je altijd over hoort. De super succes. Ja, nee, ze hadden ook echt een soort van klokverdeling van oké, 60% verdient boven de ton. En dat is het, daarvan denk ik van nou, dat is best oké. Zeker als je een eenpitter bent. Ja. Dan kan je best wel daar kan je leuk van leven. Daar kan je leuk van leven. Nou, en de rest die valt vanzelf af, die sterft af. Of die moet zijn model verbeteren, zijn content verbeteren. Nou, of die leeft er niet fulltime van. Dat kan natuurlijk ook, hè. Of is het zo van als je niet goed genoeg bent, dan krijg je geen zendtijd meer? Nee, want je blijft gewoon je eigen kanaal hebben. Dus je bent, het enige wat wegvalt is sponsoring. Dus dat je actief geld krijgt elke maand om je kanaal op te bouwen. En daar gaat het eigenlijk om. Het is echt kickstart geld. Ja. Dus zorg ervoor dat je krijgt tijd om zeg maar publiek op te bouwen. Niveau. Om rugbaarheid te geven. Maar het is ook een proeven van jouw vaardigheden. Dus je moet niet alleen videoproducent zijn. Maar je moet bij wijze van spreken, als je het zelf niet kan, iemand uitnodigen om jou helpen te promoten. Of om betere teksten te leren schrijven. Of wat ook. Ja. En dus ik vond het wel interessant eigenlijk. Want het is best wel een goede schop naar televisieland. Ja. Nou ja, het klinkt inderdaad heel goed. Het is een interessant model inderdaad. Dat mensen helpen. Ja. En tegelijkertijd ze afhankelijk maken van jouw van jouw verdienmodel. Ja, goeie. Ja, en het is, als je mij weet, is het ook een soort van volgende iteratie van YouTube. Want het kan niet zo zijn dat YouTube alleen maar kattenfilmpjes zijn. Ik bedoel, daar zijn ze natuurlijk groot mee geworden van mensen die gewoon guitige situaties in het leven filmen en dat online gooien. Maar ja, er zit ook voor YouTube helemaal geen verdienmodel in. Dat is helemaal niet interessant voor ze. Nee. Wat ze wilden is echt massa. En nu willen ze kwaliteit. En dat lijken ze nu ook echt te veroorzaken. Ja. Dus dat is wel dat zijn wel interessante dingen. Ik zit nu de laatste tijd wat met muziek. Er staat echt bizar veel muziek op YouTube. Ook echt obscure liedjes. Hè? Mensen gewoon, die zetten dan een hele obscure punkplaat, nummer voor nummer, zetten ze op YouTube. En of gewoon met de hoes van de LP. Maar ook hele oude platen, er staat van alles op. Je kan echt, dat is best interessant eigenlijk. En mag dat dan? Worden ze dan niet teruggetrokken of wat? Wat er gebeurde was dat rechthebbenden, nou ja, dat zijn dan platenmaatschappijen, die sturen dan altijd van deze film moet eraf, boep, en dan werd hij eraf gehaald. Hmm. Wat er nu is veranderd, is ze hebben gezegd, dat kan. Je kan zeggen, deze video moet verwijderd worden. Ja. Als rechthebbende kan je dat zeggen. Maar je kan ook een linkje naar
Amazon en iTunes erbij laten zetten. Ja. Dat je het nummer dat zie ik ook wel eens met onze video's gebeuren. Okay. Ja, of tenminste niet met de Wasstraat video's, maar vroeger wel bij Kant B. Okay, ik had één keer een gelicenseerd muziekje erbij gezet. Was er van, deze is in Duitsland niet te bekijken, want daar zijn ze een beetje fuzzy daarover. Maar de rest van de wereld, die krijgt een banner te zien. Ja, ja, precies. Of je krijgt dus, of je krijgt een advertentie van 15 seconden of nee. Nou ja, ik weet niet hoe. Ja, hoe dan ook, er wordt geld verdiend op een of andere manier. Dus een van die twee of allebei kan. Ja. En dat is wel interessant. Het gaat in heel veel, dat is minder slecht dan dat domweg verbieden. Ik heb dat nooit begrepen. Nee. Sowieso. Ik weet nog dat 10 jaar geleden of zo, toen wilde ik een clipje zien van Destiny's Child. En okay. Dus ik dacht, destinieschild.com, daar staat vast het laatste clipje op. Ja. Alleen een teaser van het clipje stond daarop. Oh, wat? En ik zei, waarom? Maar dat is toch hun promotiemateriaal? Ja? Dat is toch raar? Dat is net zoiets als zeggen van, ja, je mag maar 10 seconden van onze Adrie zien. Ja, 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 precies. Wat? Waarom mag ik dat hele liedje niet zien? Echt die... Nou ja, goed, toen begrepen ze er helemaal niks van. Ze beginnen langzaamaan beginnen ze het een beetje te begrijpen. Ja. Ja, in Amerika zitten ze daar ook mee. Hè? Want in Amerika zijn ze... Ja, iedereen die is nu inmiddels wel hooked aan streaming audio. Je hebt, wij hebben Spotify waar we in Europa helemaal verknocht aan zijn. In Amerika is dat ook wel zo, maar daar heb je ook RDO. Dat is sinds gisteren ook in Nederland. RDO? Ja. Oh, oké. Dat is heel erg fijn. Ja? Ja, okay. Ik heb hele goede verhalen erover gehoord dat het een goed alternatief is op Pandora. Pandora, dat was ook in Amerika. En dat is een soort van manier van, hey, als je begint met één liedje en vanuit dat liedje wordt vanzelf verder nieuwe dingen verzonnen. Okay. En RDO is meer op kanaalbasis. Hè? Dus mensen die gecureerde muziekkanalen voor jou bouwen en dat weten af te spelen. Okay. Maar het punt was, die mensen die verdienen helemaal geen zak. Dus die makers van RDO en Pandora en Spotify, die verdienen helemaal niks met hun bedrijf als ze niet enorm knijtergroot worden. Want die licentiekosten van het spelen van muziek, dat is extreem hoog. Ja, dus je kijkt naar hoeveel mensen op de dus radiomakers betalen. Ja. Daar is nog een beetje de afspraak van vroeger. Van oké, jullie spelen onze plaatjes. En dat betekent dat wij ook fysiek cd's of vinyl kopen. Of verkopen in de winkel. En dat is heel erg fijn. Dus nou prima, kom maar op met die plaatjes. Dus betaal je, noem eens wat, 10% van de prijs per play. Verspreid over duizenden mensen of weet ik veel wat. En bij streaming radio was dat, kom even, jij bent iemand die een cd heeft gekocht en dat plotseling aan duizenden mensen of mogelijk miljoenen mensen gaat laten horen. Nee, jij moet gaan bepalen, jij moet ten eerste zeggen hoeveel luisteraars je hebt, vervolgens hoe vaak je dit speelt en dan gaan we berekenen van echt een exorbitante verhouding van de kosten van het liedje. En dan ook echt, een cd'tje kost €8. Duizenden mensen, laten we zeggen €60.000 in het jaar of zo, weet je wel. Ja. Nou, dan ga je verdienmodel. En als je dan echt het bedrijf hebt als Spotify, dat is absurd. Ja. Dus die verdienen bijna niks. En nu zijn ze dus in Amerika mee bezig om dat weer terug te dringen. Dus ze zeggen van, wij willen terug naar radio. En toen dacht die platenindustrie van, dat is een interessante beweging. Dus jullie willen meer naar radio. Geen enkel probleem. Wij gaan radio duurder maken. Oh, wat een stelletje. Oh, jongen. Dus ja, nu de radiostations zijn in rep en roer. Want die geven nu echt alle streaming radio partijen geven ze de schuld. En dus het is ongelooflijk. Geldwolven. Het gaat alleen maar over winst. Het gaat helemaal niet over goede content. Nee, en het typische is... Muziek ging nooit over rijk worden. Hè? Oh, sorry. Muziek was een... je werd muzikant en dan ging je muziek maken. En dan verdiende je een inkomentje mee. Daar ben je niet rijk van. Nee. Dat was gewoon... Dat kon je net zoals... Je kon jezelf bedrijven. Net als wat wij doen. Gewoon, dat was een vak.
En daar kreeg je een loon voor. Ja, precies, ja. Of nou ja, dan nog iets meer van als je optrad, kreeg je er een loon voor. In bier. Ja, misschien, maar nee, je kreeg in ieder geval gewoon uitbetaald. En dat was echt tot 50 jaar geleden was dat heel normaal. Je wilde gewoon muzikant worden en dan ging precies, je dat doen. Ja. Dat was gewoon een beroep. Maar dan werd je studiomuzikant of ook echt met je bandje? Nou ja, voordat de studio's waren, voordat er werd opgenomen, was het gewoon... En ook de, ja, precies. Ja, als je een liedje had verzonnen, dan gingen mensen... En ze vonden het mooi, dan gingen ze hem ook zingen. Ja, exact. Ja. Dus dat is wat je wil. Ja. Dus, dat is nou, wauw, ik heb een liedje wat mensen zingen. Dat is toch tof? Nee, ja. En nu mag je liedjes niet zingen. Nee. Want er zitten rechten op liedjes. We mogen geen happy birthday zingen, hè? Weet je dat? Oh, daar zit ook... Daar zit inderdaad... Dus als je mij vertelt, heeft Hallmark, van de kaartjes, die heeft de rechten van happy birthday. Dus als je het melodietje neuriet of de teksten zingt, dan mag je mag je betalen. Dat is ongelooflijk, jongen. Ik vind het krankzinnig. En op een gegeven moment kreeg je dus de plaatindustrie. En toen ging het ineens niet meer over... gewoon een inkomen genereren. Toen ging het over winst maken. Ja. En dat is echt iets heel anders. Dat is iets wezenlijk anders. En als je ook kijkt naar muzikanten die verdienen dus niet eens meer geld. De meeste muzikanten. Als je bij een platenmaatschappij zit... Dan begin je eigenlijk met schuld. Dan creëer je schuld. Ja. En dus die hebben niet eens een inkomen dan. En de enige die er rijk van worden, dat zijn dan de juristen die er allemaal bij betrokken zijn. De marketeers en weet ik veel wat. De entourage die aangekocht wordt. Dat is ongelooflijk. Ja, de bussen en precies. Die mensen verdienen wel een loon. Ja. Dat is heel interessant. Het is een krankzinnige industrie geworden. Maar die ook tegenovergesteld is aan... En het draait alleen maar op die zogenaamde American Dream. Van dat je als simpele muzikant... super rijk wordt. Je hoort ook alleen maar de verhalen van die supersterren. Dat is het enige waar we ons nog om bekommeren. Met hun fantastische huizen. En precies, dat is wat we allemaal willen. En roddels en zo. De roddelindustrie is daar ook... Maar dat zijn onze modellen geworden. Ja, onze idolen. De mensen waar we naar opkijken. Ah, dat was ook al zo. Hè? Dat vroeger waren ze ook. Iedereen wilde Bruce Springsteen worden. Jawel, maar ik heb het over nog langer geleden. Toen wilde niemand een bluesmuzikant worden of zo. Nee, precies, ja. Dat was gewoon, leuk. We gaan muziek luisteren. Ja. Komt iemand muziek maken? Tof. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, het is inderdaad... Of de wet gewoon. Het is scheef. Het is een beetje scheef geworden, de liefde voor muziek. Ik weet zeker dat die er is, maar sommige mensen die gaan ook gewoon... die weten zichzelf zo goed te vermarkten dat de hype eromheen... Dus alles wat niets met de muziek te maken heeft, dat het veel belangrijker is. Veel meer. En dat merken muziekmaatschappijen ook. Een kindidool neerzetten of zoiets als K3 of iets dergelijks. Yeah. Dat leeft bij de gratie van drie schattige gietjes... die inmiddels heel stuk minder schattig zijn. Elke ochtend. Helemaal plat geplamuurd worden. De wereld van K3. Ja, het zijn pakkende liedjes. Er zitten een paar erg goede. Ja. Ze hebben heel goed naar ABBA geluisterd. Ze worden heel goed geproduceerd. Ja. Maar het is heel erg getarget geproduceerd. Ook zo van, oké, wat vinden kinderen leuk? Herhaling. Herhaling vinden kinderen leuk. Herhaling. Het zijn supergoeie popliedjes. Echt heel erg goed. Dat is gewoon heel goed gedaan. Ja, inderdaad. Ja. Maar op een format. Ja, fantastisch. Meezingbare liedjes met dansende, met dansen. Ja, nou ja, eenvoudige stapjes die goed na te doen zijn. Formule. Ja. Alright. Heb jij nog feedback gehad eigenlijk? Even kijken. Nee, we hebben heel weinig feedback gehad op de afgelopen keer. Er wordt nog wel regelmatig aangesproken op dat Jeroen mee was gegaan de keer daarvoor. Die hebben de meeste mensen gekeken. Maar, ik heb eerlijk gezegd, het is ook al lang geleden. Het is meer dan een maand geleden. Ja, we lopen echt achter. We hebben allemaal dingen tussen. Toen zeiden we gaan het nog een jaar doen. En toen zijn we gestopt. Maar we zijn terug. Oh ja, dat moeten we eigenlijk zeggen. Zitten we hier in een... We zitten in een hele grote auto ergens in een ruimte. Ja, een desolate. Goed. Ja. Het sneeuwt buiten. Het is heel mooi. Best weer. Ja. Ik wilde wel gaan rijden. Ik moest ook naar. We wilden eigenlijk naar Horen rijden. Oh ja, ik moest naar Horen. En dan onderweg daarheen. Maar met dit weer. Ja, ik heb geen zin. Nee, voor dit weet je, ligt je zijwaarts. En dan is het ook.
En ik heb geen winterbanden en ik remde en toen reed hij door. Oh. Dus echt raar is dat. En dan stuur doet het dan niet. ja, nee, dat wil je echt niet. Nee. Nee. Zeker niet als je ondertussen ook nog een nuttig gesprek wil worden. En dan hoeren. Helemaal met witte knuisjes aan het autorijden bent. Nee. En dan doe je er ook 2 uur over om in Horen te komen. Oh ja. En dan kan ik ja, ik dacht terug. Ook zo van, nou, ik ga eventjes naar, naar de locatie. En dan, damn it, dan iedereen die zegt van, oh jee, sneeuwvlokjes. Iedereen in dat blik van, van de metro gepropt worden en dat soort dingen. Ja, is niet leuk. Maar het is. Nee, maar het, in principe het loopt wel lekker. In elk geval, als het even niet werkt, dan krijgen we wel feedback van. De website werkt niet. Heb je daar trouwens nog iets over gehoord? Over onze super scalable en mooie vormgegeven website? Responsive? Nou ja, eigenlijk was de enige reactie die ik echt heb gekregen, was dat ik te ver was gegaan met de layout. Dus mensen vonden het. Ik had een. De tekst lijnt helemaal rechts uit. En mensen vonden dat. Was net iets te veel van ja, het goede. Dus je hebt 50% witruimte aan de linkerkant en dan 50% tekst aan de rechterkant. Ja. En mensen vonden dat te veel. Ja, theoretisch vind ik het dus een heel goed idee, maar. We blijven eraan doorklooien. Dus we kijken gewoon wat goed werkt. Het is in ieder geval. Ik vind dat het is gebaseerd op een theorietje die ik heb en die werkt. Vind ik, die werkt daarin heel aardig. Is dat de grid-theorie? De responsive grid-theorie gebaseerd op typografie. Oh ja, dat de typografie als basis neemt, dat je aan de hand van de typografie bepaalt wanneer de layout verandert in een responsive design. Ja. Dat slaat best wel ergens op. Ja. Dat is ook iets. Ik heb de laatste tijd heb ik presentaties gehouden op congressen. Dus ik heb. Je bent in Cambridge geweest, toch? Vorige week in Cambridge. Voor een. Op UX Cambridge. Een congres voor user experience experts. Dat was erg leuk. Dat klinkt spannend. Ja. Inderdaad. Dat was een klein congresje. Dat was echt heel erg leuk. Grappig om eens tussen allemaal UX'ers te zitten. En waren dat internationale UX'ers of was dat heel erg local? Vooral Engels. Ah, okay. Ook wel uit de buurt van Cambridge. Hmm. Vooral, nou ja, goed, dat is nogal in het midden van Engeland. Dus dat was. Het was erg leuk eigenlijk. Het was echt leuk om daar te zijn. Mijn verhaal werd daar heel goed ontvangen. Nice. Heel positief. Ik kreeg een feedback voor me. Het was echt. Ja, ik zag ze inderdaad langskomen. Het was echt heel positief. Het was ook het is een aardig verhaal over nieuwe uitgangspunten in webdesign. Dus de oude uitgangspunten die we hebben. Bijvoorbeeld interactie maken we altijd met het idee dat iedereen een muis heeft. Ja. Dus heel veel dingen worden getoond als je er met je muis overheen gaat. Zoals menus en dat soort dingen. Maar ook hele belangrijke content wordt vaak gewoon achter mouse over wordt dat verborgen. Ja, want er is eigenlijk geen. Sorry dat ik je onderbreek, maar er is eigenlijk. Voor de muis is het een manier om even te ontdekken waar alle interactie op een pagina staat. Ja. Maar dat soort visuele hints. Die bestaan eigenlijk niet voor. Met de muis heb je dus minder visuele hints nodig, is het idee. Omdat mensen wel met hun muis eroverheen gaan. Ja, precies. Ja. Dan zie je dat de kleur verandert of wat ook. Met touch heb je visuele hints nodig. Ja. Dus dan moet je dingen duidelijker vormgeven. En ook minder verbergen, omdat die visuele hints nu eenmaal niet altijd duidelijk zijn. Dus je moet daar heel goed over nadenken, over hoe je. Je moet er veel beter over nadenken. Dus dat was ook een van mijn verhalen. Van begin nou met touch. Ja. Zorg ervoor dat je. Dat lekker werkt. Ja, en als het op touch perfect werkt, dan werkt het waarschijnlijk ook wel goed met de muis. Ja, precies. Ja. En dan hoef je misschien alleen nog maar kleine dingetjes te optimaliseren voor de muis, als je dat wil. En dan kan je het enhancen voor de. Dus een beetje het achterwaarts denken eigenlijk, zouden we nu zeggen. Ja. Van, je maakt het eigenlijk voor de desktop en dan zo, we gaan het nu mobile maken, maar je werkt de andere kant op. Andere kant op. Dus dat is eigenlijk. Omdat het makkelijker is, of? Het is makkelijker en het is logischer. Het is makkelijker in die zin van als je bij touch begint, dat is misschien wel moeilijker om de interactie te maken. Maar als je dat eenmaal hebt, dan werkt het overal.
Oh ja. Als je met een muis begint en je hebt iets gemaakt dat op de muis werkt, dan is het ineens heel moeilijk om dat te laten werken op touch. Ja, precies. Ja. Vanwege dus, die visuele hints en dus de dikke vingers. Dat is een beetje als je andersom werkt. Ja. Dus dit is een logischer beginpunt, is touch. Ja. Omdat je dan kan je een laagje toevoegen en dat is dan muis. Ja. En als je begint met muis, dan moet je laagjes eraf halen en dat is veel moeilijker. Ja, precies. Ja. Dus dat is, dan werk je andersom. Hmm. Dus dat is een logisch uitgangspunt. En er zijn een aantal meer. Ik hou dit verhaal maandag nog een keer. Dat was afgelopen maandag als jullie hier naar kijken. Oh, dat is op Inspire, toch? Inspire Conference in Leiden. Dat is een. Ik kan er helaas niet bij zijn. Meer een designcongres. Dus dat is ook wel leuk. Ik heb hem afgelopen maandag gehouden in Amsterdam op Kings of Code. Daar ging iets minder goed. Oh. Dat kwam omdat ik hem. Het ging zo lekker in Cambridge. En toen dacht ik, oh, dat doe ik wel even. Even in Nederlands. Ja, echt zo suf. Nee, het was ook in het Engels. Maar oké. Okay. Het is zo. Gewoon. Overmoed. Gewoon niet goed genoeg voorbereid. Ik had hem veranderd. Ik had hem aangepast voor. Het was voor nerds. Dus ik had code had ik toegevoegd. En een stukje live coding. Maar ik had het gewoon niet goed genoeg geoefend. Niet, terwijl die voor Cambridge, die had ik echt gewoon. Die zat heel die goed zat in mijn hoofd. Ja, precies, dus die, ja, zonde. Ja, nou ja, goed, dat gebeurt dat soort dingen. Ja. En ik had me voorgenomen. Maar ze begrepen wel de gist of van ja, het ja, goede bijvoorbeeld, idee? Ik kreeg als feedback van het inhoudelijk een heel erg goed verhaal, maar je hebt het gewoon niet goed gebracht. En een andere feedback was van, ik wou dat je stil bleef staan. Ik liep heen en weer. Oh, het was aan het ijsberen. Ja. Ja, maar dat is een stijl. Ik bedoel, zat sprekers die inderdaad ook ijsberen. Ik wil wel, maar dan moet je. Ik hoop dat die video voor maandag online is, dat ik er nog naar kan kijken. Oh ja. Ik zal gruwelen van mezelf, maar dan. Ik vind het altijd heel erg om naar mezelf te kijken. Ja, ja, dat heb ik ook wel. Maar dan. En toch maken we deze video. Ja, maar ik kijk dus zelf niet, hè? Nee, nee, maar ik moet kijken. Ik kan dit helaas niet blind editen. Nee, nee. Dus, maar goed. Hey, ik heb nog een interessante vraag voor je. Of tenminste, natuurlijk, dat is mijn vraag. Dus ik vind hem super interessant. Ja. Ga jij wel eens in de archieven van websites grasduinen? Nou ja, ik ga nooit doorklikken naar oude bestanden. Oude meuk. Maar ik kom wel regelmatig op oude pagina's. Bijvoorbeeld als ik iets specifieks zoek, een specifiek antwoord op een specifieke vraag. Dat je via Google in terechtkomt. Via zoekmachines. Of ik heb een eigen archief van alle websites die ooit op de Daily Nerd zijn verschenen. Mm-hmm. En die doorzoek ik en dan kom ik regelmatig op hele oude pagina's. Ja, precies. Ja. Maar dat is eigenlijk meer je eigen geheugen dan. Dan dat van andere websites. Mijn punt is namelijk, we maken een heleboel websites voor mensen. En een van de veel terugkerende features is het archief. En ik begin hoe langer hoe meer hekel te krijgen aan dat concept. Want ik zie dat meer als van, dat is de kelder. En daar staan grote dozen, nondescript dozen zonder labeltjes. En daarin zitten de verhalen van vroeger. Ja, ja. En dat zijn de verhalen die we hebben geschreven. En die zijn, op een of andere manier moet die dan nog waarde hebben of zo. Het is interessant. Want en het begint me steeds meer te steken van, als je mij weet, is het niet meer waardevol. Althans, stel je voor dat het waardevol is, presenteren dan als zo van, hey, moet je kijken, bijvoorbeeld sommige websites doen zo van een dag uit 2006. Weet je wel, en dan de berichtjes uit 2006, omdat het grappig is. Zo van, oh, weet je nog, toen waren we met de Tamagotchi bezig of weet ik veel wat. Maar je hebt daar een aantal stromingen in. Hè? Je hebt de stroming die zegt van, alles moet blijven bestaan. Ja. Dus archiveren, dus archive.org bijvoorbeeld. Die probeert het internet te archiveren. Ja. Of het web. Archiveert ons ook. Ja. En ik vind dat een heel interessante stroom. Ik kom zelf uit een familie van
historici. Mm-hmm. Dus ja, die willen, je wil kunnen zien hoe iets was. Ik vind het ook interessant om bijvoorbeeld te vertellen over hoe dingen 5 jaar geleden, hoe het web 5 jaar geleden was. Het is onherkenbaar veranderd. Ja, ja, precies. Echt heel anders. Ja. Aan de andere kant is het hetzelfde gebleven, want het is het web, maar de manier waarop we ermee omgaan, dat is echt heel erg veranderd. Ja. Dat is interessant. Dus maar dat is, data van 5 jaar geleden vind ik zeker interessant. Dus ik zou archieven niet weggooien. Wat je wel kan doen, en wat ik dus steeds vaker zie, is zeker in mijn vakgebied, is dat mensen die hun eigen website serieus nemen, die zetten een waarschuwing voor oude berichten. Mm-hmm. Boven oude berichten. Dus niet alleen de datum, maar die zetten erbij van, dit artikel is meer dan 2 jaar oud. Het zou kunnen dat de informatie niet meer up-to-date is. Ja, dat actualiteit. Dus dat is een simpele manier om in plaats van je content de hele tijd te updaten, om in ieder geval te waarschuwen van, let op, er zijn wellicht betere manieren. Ja. Om dit tegenwoordig. Ja, want dat zeggen mensen ook zo van, oh ja, nee, dan moet ik het up-to-date houden. En hoe zorgen we er dan voor dat het niet fout is? Nou, het is lastig hoor. Er was een presentatie op Kings of Code van een jongen die heel succesvol was ineens in de open source wereld. Die had een aantal open source producten gemaakt. Daar was hij super succesvol in. En toen worden ineens dingen van je verwacht. Ja. Dus er worden bijvoorbeeld, die software wordt gebruikt. Jij had iets gemaakt, dat wordt gebruikt en dan komen bug reports uit. Ja. Zij zat gewoon fulltime, zat hij die bugs op te lossen. Ja, ja, ja. En de eerste maand is dat super tof, want je hebt heel veel aandacht en fantastisch. Mensen die ook helpen. En weet ik veel wat, maar op een gegeven moment wordt dat zwaar en wordt het niet meer tof en wil je dat niet meer. Ja. En dat was een aardig verhaal. Het was ook een frontiers, was ook een jongen die een soortgelijk verhaal hield van, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Die jongen bij Frontiers had ervoor gekozen om zijn product tegen betaling aan te bieden. Mm-hmm. Nou, dat conflicteert niet, hè? Open source kan je gewoon geld voor vragen. Ja, precies, ja. Dus op die manier zegt hij eigenlijk van, nou, de pijn die ik nu leid van het onderhouden van dit product wil ik voor vergoed worden. Als ik geld krijg, dan kan ik ervoor. Of ik steek er tijd in, precies. En dan, anders zou ik daar geld mee verdienen. Ja, precies. Dus dat was een. Ja. Maar wat hij ook zei, dat nu een aantal mensen, die hebben er zo'n genoeg van, die gooien gewoon hele projecten, gooien ze weg. Ja. En daar wordt dus ook weer kwaad op gereageerd. Maar er was dus ook. Maar gooien ze weg als in dat ze deleten? Ze deleten hun repository. Ja. Ah. Ja. Gewoon puur van, dit was leuk. Er zijn meerdere voorbeelden van mensen die inderdaad. Maar kan je dan niet gewoon jezelf losknippen ervan en zeggen van, nou jongens, als je er iets mee wil, go ahead. Kijk, wat daar het enge van is, is dat mensen er dan een klote product van kunnen maken. En jouw naam is daar nog steeds aan verbonden. Precies, ja. Dus daar zijn ook weer voorbeelden van. Er was bijvoorbeeld laatst dat een man die had een fantastisch boek geschreven over HTML5. Mm-hmm. En had hij gewoon online gezet. Kon je raadplegen. Ja. En die had er van de ene op de andere dag zonder aankondiging had hij er genoeg van. En dat hij zijn site weggegooid. Alles weg. Oh, jee. Hij was niet meer online. Ja. En, hij kon niet meer betalen of wat ook. Nee, hij had er gewoon geen zin meer in. Okay. Maar hij wilde niet meer in dat wereldje zitten. Ik weet niet precies wat precies was. Ah, doet er niet zoveel zin toe. Nee. Hij wilde gewoon niet meer. Ja. Dus die hele site was weg. Maar het was een belangrijke resource. Mensen gebruikten hem. Ja, precies. Ja. Gelukkig waren er hebben mensen hem uit de cache weten te vissen. Of mensen hadden hem lokaal staan. Dus die hebben er een GitHub repository van gemaakt. En toen was er dus iemand die heeft op een gegeven moment de taal veranderd. Want er zaten wat vloekwoorden in. En zo'n Amerikaanse puritein die toen ineens zei, ja, maar sommige mensen zullen dit nu niet willen lezen, dus ik haal de vloekwoorden eruit. Wauw, maar dat is dus wat er gebeurt. Dan ga je als andere mensen met jouw werk aan de haal gaan. Maar dan moet je dan wel tegen kunnen, of tenminste. Nou ja, en dat is waarschijnlijk de reden waarom hij ook zei van, nou weet je, ik haal het weg, want anders met de intentie van het. Hij had het altijd gepubliceerd onder een licentie dat andere mensen ermee aan de slag mogen. Ja, dus ja, dan, ja.
Ja, goed. Ja, maar ik begrijp wel dat mensen er affiniteit mee hebben. Ja. Maar dit terugkomend op het archief. Ja, ik realiseer me de waarde van dingen bewaren wel. Alleen ik merk dat de meeste mensen die websites maken, het archief meer ook echt beschouwen als die grote stalen kasten die ergens op het gemeentehuis staan. Ja, ja. Weet je wel? En die kan je bezoeken. Wat zou je daar dan mee willen doen? Nou, ik zou ze het liefst weg willen doen. Dus het archief wil ik wel bewaren. Ja. Ik zou denk ik de artikelen zoals ze bestaan, zou ik ook bereikbaar laten. Dus links blijven bestaan en dat werkt allemaal. Ja. Maar er is geen toegang om zeg maar te snuisteren of weet ik wat. Want dat moet sommige mensen die hebben een website en die hebben een duidelijke focus. Bijvoorbeeld bepaalde informatie aanbieden of een nieuwsvoorziening hebben ze of iets dergelijks. En die focus die moet gewoon blijven. En dat archiefknopje dat leidt gewoon af. Dat mag niet een van de toptaken zijn, naar mijn idee. En okay. Ziet het eigenlijk ook al steeds minder, toch? Op veel blogs zie je ze natuurlijk nog wel terug. Want dat is waar ik het ook telkens terug zie, weet je. Je ziet dan, heb je een blog. Je kent ze wel, die gesponsord zijn. Heleboel banners, maar niet alleen een heleboel banners, maar ook al die widgets waar jij het altijd over hebt. Je hebt een tag widget en je hebt een jaar widget. En je hebt een, wat is er gisteren, wat voor comments waren er gisteren widget. Ja. En dan denk je van, hoepel op met die spullen, want dat is niet de focus waar mensen voor komen. Dat is absoluut waar. Dat is een onderdeel uit mijn verhaal, dat is dat als je een website gaat bouwen, wat we dan maken, dat is een header, zetten we erboven. Ja. Zetten we een subnavigatie links. Ja, wie ben ik? Een footer zetten we onder. En dan zetten we ook nog rechts wat widgets. Ja. En die stoppen we daar alvast. En als je kijkt naar de meeste widgets, die zijn daar echt gewoon, we weten niet wat we daar neer moeten zetten, dus we zetten er maar wat neer. Ja. Blokjes of fotootjes of iets. Echt een totale onzin. We zitten op Twitter. Yay. En dan in het midden verrotten we ook nog de content. Dat proppen we erin. En als je kijkt naar de dingen die om de content die we daar omheen zetten, waar we dus echt mee beginnen. Hè, daar beginnen we het opbouwen van een website mee. We beginnen dus helemaal niet met waar het om gaat. Weet je wat die dingen allemaal doen? Ja, ruimte in beslag nemen. Nee, die sturen je weg van de content. Ja, nee, inderdaad. Ja. Dus dat je weggaat. Het zijn onzekerheidsblokken. Ja. Zo van, stel je voor dat mensen gewoon per direct niks die content vast niet goed. Nee, dan kunnen ze daarheen. Echt, verkeerd. De content is goed. Hier willen ze zijn. Dit verhaal is vast heel erg saai. Weet je wat? Alle escapes zitten. Ja. We zitten goede borden zo. Daar kan u eruit. Eruit. Ja. Mocht u halverwege afgeleid raken, dan kan je nog even Twitter berichten lezen. Ongelooflijk. Echt waar. En dan denk ik van, haal dat weg. En datzelfde, dus nog het verhaaltje even af te maken. Ik denk bijvoorbeeld dat je archief, die kan nog wel, de inhoud van het archief kan nog wel nut hebben. Dus als je een artikel schrijft over iets, dan kan je zeggen van, ik had dus vorig jaar, dat doen wij wel eens. Drie wasstraten geleden hadden we het daarover. Dan zou je bij wijze van spreken een goede link kunnen zetten naar dat specifieke fragment. Ja, moet je kijken, daar hadden we het over. Nou, oké, dus wel linkbaar houden, maar niet linkbaar ernaartoe. Als het relevant is, er vooral bijzetten. En dat is ook je rol als redactie, als redacteur. Ja. Maar alsjeblieft, leid mensen niet af met dingen die niet per definitie waarde hebben. Want archieven die bestaan bij de gratie van datums. En datums is geen goede manier om content aan te bieden. Als je een archief doet, doe het dan als een baas. Weet je wel? Doe dan, laat mensen op thema's zoeken. Ja. Op schrijver. Nou, dat is valt er goed, mee. Kijk, ik denk toch, zoekfuncties zijn toch dan in dat soort gevallen. Ja, maar dan zoek je iets specifieks. Ja, maar daar kan, ja. Maar een archief is meer, dat is die straat. Ja. Dat is die, dat zou meer een museumfunctie moeten hebben van dat je er doorheen kan lopen. Ja, maar mensen zoeken, als je kijkt naar hoe onderzoek werd gedaan, mensen zochten iets specifieks. Ja. En dat was heel lastig. Mijn vader die ging bijvoorbeeld regelmatig naar Venetië. En dat klinkt dan heel erg tof. Van, je gaat naar Venetië. Ja.
Maar wat hij daar deed, was ze gingen in vochtige oude kelders zitten. Notarisakten doornemen uit 1700 of zo. Weet ik nooit precies welke periode. En die zat hij dan één voor één door te nemen om te kijken of er iets interessants was wat voor hem, voor zijn specifieke... En dat zijn handschriften, hè? Dat is geen, geen lekker leesbaar lettertypetje. Dan kan je niet even OCR of iets dergelijks. Nee, en je kan het ook niet, je kan dat niet zoeken. Dat kan je niet voorstellen hoe traag. Ja, maar dat zeg je nu. Hè? Ik bedoel, wij zeggen nu zo van, nou, zoeken is de heilige graal van, van dingen vinden. Ja, natuurlijk, het helpt wel. Maar het betekent uiteindelijk... ik claim altijd, zeg maar, ik ben de eerste generatie die zoeken heeft geleerd. Hè? In onze generatie is Yahoo en Alta Vista, et cetera, die zijn allemaal ontstaan. Ja. Dus wij waren de eerste mensen die moesten leren van... Hey, weet je wat, al die kennis die nu in mijn hoofd zit, die kan ik ook gewoon op het internet laten staan. En de enige vaardigheid die ik hoef te zoeken is op de juiste sleutelwoorden te zoeken. Ja, precies. Het terug weten te vinden. Ja, precies, ja. Maar... ja, als we nu zoeken, dan krijgen we wat Google interessant vindt om te zoeken. Nou goed, dat is een interessante discussie die we nog later, of al eerder hebben gehouden. Ja. Maar nog veel belangrijker, het is gewoon heel erg moeilijk. Er is zo bizar veel. Ja. En wij doen als contentmakers er heel weinig aan om mensen te helpen met het vinden. Nou ja, je ziet wel initiatieven de laatste tijd van mensen die, van bedrijven die zoeken weer slimmer proberen te maken. Of designers die proberen om, als je gaat zoeken, om op de een of andere manier de zoekresultaten al te groeperen. Ja, of segmentatie wat, en dat soort dingen. Extra informatie aan te bieden in de... tijdens het typen, dat je al plaatjes ziet of dat soort dingen. Ja, maar het is wel grappig, hè? Want we helpen dus mensen met zoeken. Ja. Terwijl je eigenlijk... Je zou eigenlijk moeten kunnen zeggen van... Er moet een soort van logische route zijn naar een artikel. En niet deze van iets met hamsters. En dan je gelijk er zijn twee manieren. Er zijn mensen ook verhaaltjes met analogieën over hamsters krijgen. Je hebt mensen die heel visueel zijn ingesteld. Dus die onthouden... De nieuwe informatie als ze plaatjes erbij zien. En je hebt mensen die heel textueel zijn ingesteld. Die onthouden dingen als ze erover lezen. Ja. Dat zijn twee verschillende manieren. Net zoals dat je hebt dus mensen die via logische stappen ergens komen. Dus die graag een navigatie volgen. Mm-hmm. En je hebt mensen die liever zoeken. Dat zijn... Ja, inderdaad. Maar als je dus... stel dus dat je we moet het over... allebei. Het is niet of-of. Het is gewoon... Nee, inderdaad. Het is eigenlijk ervoor zorgen dat je content... past binnen het binnen de manier waarop mensen dergelijke content willen vinden. Hoe mensen dat willen vinden, niet hoe je database is ingericht. Exact, ja. Niet hoe technisch een database opgebouwd kan worden. Ja. Uiteindelijk ben je daar wel mee bezig, maar doe je dat vanuit de content. Dat is een van de redenen waarom je moet samenwerken. Als je, ik weet zeker, als je een nerd en een designer samen het dan krijg je de website die ik nu aan het maken ben. Ja. Ja. Wat dacht je ervan? Zullen we hiermee afsluiten? Ja, we zijn bijna aangekomen, geloof ik. Ja, hè? We moeten even achteruit rijden en wat rare piepkraakgeluiden maken. Ik stel voor dat we even uit beeld lopen. Zodat we dan hebben een gray screen. En dan kunnen we daar iets op projecteren. Oh, ja, precies, ja. Nou, waarschijnlijk speelt het hier al een beetje. Oh, nu was mijn hand erachter. Ja. Dus, maar, dus we staan even uit beeld op. Dan kunnen we dat doen. Ja, precies, ja. Jongens, tot ziens. Tot ziens.